Nou, we made it. Nou, de beloning. Wauw. Daar staan we dan, boven aan de waterval. Daar stonden we net. En weer een stukje verder. Kijk. Volgens mij is het de hoogste van Zweden, maar we zullen het terug moeten gaan kijken. Want daaronder gaat het natuurlijk ook nog verder. Allemaal trappetjes. Ja, dan zijn we toch daar naar beneden geklommen. Omdat we eigenlijk hier ook een vuurtje zagen, denken van nou, dat moet gewoon kunnen. En dan zitten we er gewoon naast. Echt. Ik knal het gewoon naar beneden. Daar zaten we net en die meiden daarvoor, daarachter, die zijn zo lief geweest om een leuke foto van ons te maken. Bordjes dat je daar niet moet gaan staan, dat het een beetje te gevaarlijk wordt aan de kant. Nou, hier zie je de mensen beneden. De route die aan de onderkant van de waterval dan is op zijn platform. Misschien komen we er ook nog. Gaan we wel zien. Daar tussenin is de waterval, daar zie je nou niks meer van. We lopen nou de andere kant terug, zeg maar. Inmiddels zie je al iets meer mensen lopen. En daar hebben we allemaal gelopen. Geklommen, geklauterd. En de terugweg idem dito. De oranje keitjes volgen. Ja, en zeer regelmatig echt stil gaan staan en beseffen waar je bent. Daaronder, kijken, daar is het bezoekerscentrum. En dat is het pad waar het eerst begonnen zijn, eigenlijk achter dat water daar. Ja, de oranje keien. En door. Nou, dit was goed. Een van de laatste stukjes. Het gaat allemaal naar beneden. Ik zet de camera even niet op ons gezicht. Want, jongen. Bloed, zweet en tranen. Niet te geloven. Maar wat ongelooflijk mooi. Echt. Ja, dit kan volgens mij niet meer overtrokken worden deze vakantie. We zijn denk ik met het mooiste begonnen. Dat is niet handig. Ja. Maar nogmaals, het is echt waanzinnig. Maar het is echt wel heftig klimmen. We zien er genoeg met gimpjes naar boven gaan en korte broeken en geen rugzakken bij. Maar ja,
advies van ons, zorg dat je voldoende drinken bij hebt. Goede schoenen en muggenspul, maar uiteindelijk viel het met de muggen wel mee. Nog een klein stukje. Plakken er toch maar gelijk de 2 kilometer nog aan vast. En die brengt ons aan de onderkant van de waterval. We hoopten dat het niet echt klimmen was, maar het gaat natuurlijk toch een beetje omhoog. 2 kilometertjes. Ik denk dat ze terug gaan en dan weer terug willen. Dat we dat niet meer gaan doen. Nou, dit is dan het meest simpele pad. Maar ook dat is toch echt nog wel een klimmetje. Maar goed, hier zie je gewoon de mensen met kinderen. En dat is op zich te doen. Ja, we horen hem alweer. En we zien hem ook. Kijk. Gaan we eens even... Het bruggetje ziet er niet echt heel veilig uit, maar... Hier zijn we dus aan de onderkant. En we hebben dus daar, helemaal daarboven... Daar... zaten wij dus. Daarboven hebben we helemaal gelopen dus. En daar linksboven hebben we gelopen, daar boven hebben we gezeten. En de onderkant, nou we zijn er nog niet helemaal, dus we lopen nog even een stukje. Zoals je ziet is het hier een stuk drukker. Je voelt die spetters ook lekker. Er geen genoeg van krijgen. Het blijft maar gaan ook. Nou, wij gaan weer de trap op. Het laatste stukje, denk ik. En dan hebben we een beetje regen. Oh, ben ik blij dat we vroeger gaan, zeg hoor. Tip nummer 2 van ons. Hey. Ga op tijd. Want daarna is, nou ja, in ieder geval deze route. Dus de route dat je de waterval aan de onderkant ziet. Die is dan gewoon mega druk. Maar goed. Blij dan nog even achteraan geplakt te hebben. Want het was echt al ook een super gaaf. Laatste stukjes. Lekker afkoelend druppeltjes. Nou, we zijn terug. Edwin is nog even naar het informatiecentrum. Ik denk dat we net op tijd terug zijn. Want het knalt hier net een bliksem. Zo ben ik blij dat ik niet boven die berg sta. Het is ook ineens veel drukker overal. Kinderen. Wel leuk in huisjes, mensen de barbecue en zo. Maar ik denk dat wij precies op tijd terug zijn. Ik weet niet of je het achter mij kan zien. Er komt een behoorlijke zwarte lucht aan. We zijn echt net op tijd binnen. Nou ja. Kijk, nu hebben we een paar Nederlanders niet aankomen. We zijn echt net op tijd binnen. We hebben het er eigenlijk net over. Oh, er liepen nog zoveel kindjes daarboven allemaal. En dan omwit het. Blij dat ik er niet loop nou. We hebben het gewoon gehaald. Het was zwaar, maar het was super gaaf. Hoezo een mazzel. Wij zitten net denk ik, ja, nou ja, we zitten nog geen minuut in de camper. En het begint te hozen. Echt niet normaal. Hoe mazzel hebben wij? Ja, om dat te bedenken dat we onderweg nog, ik denk dat er wel 100 mensen tegen zijn. Kleine kindjes en zo. Ja. Opa's en oma's. Eentje ben ik, oh nou met die kinderwagen. Toch alweer een eindje gereden en dan komen we hierop uit. Grandlandet of zo, stond op. Picknicktafeltje. Ja, het is wel aan de weg, maar op zich denk ik dat het op zich meevalt. Maar we gaan even kijken hoe dan. Dan sta jij daarin misschien nog wel een beetje, of niet? Want ja, dan is het niet van hard misschien. Ja, dat is. Of we gaan gewoon even kijken. Op zich zou dit alsnog, want dat vind ik misschien iets te veel aan de leg. Ja toch? Ja. Hele slag. Zijn we nou weer aan het lopen? Hé, wat loopt er aan de overkant? Ja,
2, weet ik niet. Ja, 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 ja. Maar daar linksachter staat er nog één volgens mij. Onze eerste rendieren, weliswaar helemaal aan de overkant. Ze komen ook dichterbij uit. Zoals we gisteren al net hebben laten zien, denk ik dat je. De valreep kwamen we gisteren nog waar we stonden. Zagen we een rendier aan de overkant. Ja, wij denken zelf dat het toch. Net als bij ons schapen bij eigenaren horen, omdat ze een band op hadden. Maar goed, het waren rendieren. Dus we zijn lekker gaan slapen. We hadden slecht op internet. Dus het is allemaal erg laf. Slecht bereik, überhaupt. Het duurde allemaal wat langer met Insta en Polar Steps. We zijn weer lekker gaan rijden. Lekker weer op tijd. Nou, hoe laat is het? Geen idee, 8 uur of zo. Wij gaan nu naar een ander gebied. Oh nee, wacht even. We waren nog geen 5 minuten onderweg. En wat zien we daar staan? Tussen de bomen. Wilde rendieren. Wilde rendieren. Dat is toch anders. Eén met een gigantisch gewei. Echt super mooi. Ja, kijk. Stop, stop. Kijk wat een gewei, joh. Nou, ik ga nou het beeld er even omdraaien. We gaan nu naar een ander Nationaal park. Naam even kwijt. Dan gaan we eens kijken. Daar is verder geen waterval of water waarschijnlijk. Maar wel gewoon even mooi te wandelen. We gaan het even zien, want zoals je ziet is het wel bewolkt. Vooralsnog is het droog. Dus we gaan het weer zien. We vandaag weer mazzel hebben. Naar Sonfjellets National Park. Ja, dat is het weer. Lekker geluidje. Nou, dat is ook gelijk het einde van de verharde weg. Hoe lang gaat die weg dan zijn? 14 kilometer. Hoeveel? 14. 14 kilometer. Nou, we gaan het zien. Om op die berg te komen, of wat? Ja, bij de rest. Ja, je moet er wat voor over hebben, hè? Mooie dingen te zien. Maar tot nu toe was het altijd een succes, dus we gaan nog even door. Nou, de bumpy road van 14 kilometer naar het Nationale park wordt het niet. We hebben net denk ik nog niet 1 kilometer erop gelopen, denk ik. Ja, het is gewoon niet te doen. Het is wel te doen, maar alles gaat heen en weer, schudt heen en weer. Dat dan 14 kilometer lang. Dat hebben we er eigenlijk niet voor over. Maar we zagen het eerste stukje al dat mensen aan het zwemmen waren met mijn camper. Dus wij zijn ook nog zo'n stukje ingereden.
En nu staan we echt aan een schitterend meer. En we denken, we doen eens gek. We gaan de kano oppompen. En we gaan gewoon een stukje op de kano verder. Change of plans. Kijk. Daar staat hij dan. Er liggen hier allemaal bootjes van de mensen zelf of zo, denk ik. Die liggen aan de ketting. En wij gaan de kano opblazen. Op pompen. En dan gaan we hier. Het is natuurlijk. Ja. Het valt een beetje aan herhaling, maar het is natuurlijk waanzinnig. Hij ligt er klaar voor. Het is even wat werk, maar dan heb je ook wat. Nou, het instappen gaan we verder niet filmen, denk ik. Ja, voor de rest onderweg natuurlijk, hè. Krijg je het toertje te zien. Heb je dan weer zo'n huisje met hout. Ja, zelfs je kan gewoon een vuurtje stoken. Dat is echt allemaal zo bijzonder hier. Het is zo stil, je hoort echt helemaal niks. Een beetje dobberen op het meer. We zijn echt gewoon helemaal de enige. Je hoort echt helemaal niks. Ik dacht echt dat gisteren niet overtroffen kon worden, maar het is geen overtreffen misschien, maar gewoon weer zoiets gigantisch moois. En we boffen zo met het weer. Je ziet wel wat wolkjes, maar we liggen echt lekker gewoon in de zon. Zeker na gisteren met het gigantische regen. Voor mensen die denken dat ik niks doe, dat klopt. Blijkt ook dat de samenwerking niet zo goed verloopt, zeg maar. Met roeien, hè, dan? Hè? Ja, met roeien. De rest gaat allemaal goed. Ik weet er niks anders dan dobberen. Heerlijk, we hebben vakantie.